Ik sta hier bij de Witte Singel in Leiden en achter mij is de Universiteitsbibliotheek. In 1575 kreeg de stad Leiden deze universiteit cadeau van Willem van Oranje als dank voor het dappere verzet van de stad tijdens de 80-jarige oorlog. En vanaf dat moment is hier verzameld. Duizenden boeken, handschriften, kaarten, atlassen, archieven, foto's zijn verzameld om de wetenschap in die 4,5 eeuw te bedienen. In deze serie neem ik u mee voor een kijkje achter de schermen bij de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek. Van kluis naar kussen. Gaat u mee? Brievencollecties, Mark. Ja, hier in de compactuskasten hebben we een deel van die brievencollecties opgeslagen. In van deze hangmappen, een van de bekendste collecties die wij hebben, brievencollecties, is van Gerard van Papenbroek. Ah ja. En dat zit hier. De verzamelaar en de Amsterdamse burgemeester. Ik kan een map uithalen. Dit is allemaal van Papenbroek? Dit is allemaal van Papenbroek. Die man heeft allemaal brieven verzameld. Ongelooflijke collectie aangelegd natuurlijk, die man. Ja, hij heeft heel veel verzameld. Zal ik ze laten zien? Ja. Zo. Okay. Ja. Nou, ik heb hier een van die mappen uit die brievencollectie van Papenbroek. De brieven van Hugo Grootjes. Hugo de Groot. Ja. Ja. En je ziet al, dit is een enorme stapel, pak papier. Ja, pap 2, Hugo Grootjes had Daniel Heinsius, dus in dit geval wat brieven van Grootjes aan Heinsius. En wilde die van Papenbroek dan alle brieven van Hugo de Groot verzamelen? Waar Papenbroek vooral geïnteresseerd in was mooie voorbeelden van handschriften van beroemde figuren. En Hugo de Groot was voor hem wel een van zijn geliefde onderwerpen. Hij wilde graag veel brieven van Hugo de Groot. En hij heeft die ook verzameld. Hè, want heel veel van de brieven die we hebben zitten overal verspreid over de collecties. Dit is echte brievenverzameling. En hij is ook op die manier op zoek gegaan naar die brieven. Hij wilde mooie brieven in zijn verzameling. Mag je maar zien, Mark? Ja, ik ga hem openmaken. Ja, ik hou natuurlijk een beetje in spanning. Ja, dit is dus het handschrift van Hugo de Groot. We zijn vandaag in de kluis en ik ben hier met Mart van Duin, conservator handschriften. En Mart, we gaan vandaag praten over de enorme uitgebreide brievencollectie van de UB Leiden. Ja. Hoeveel brieven hebben we eigenlijk? Ja, er wordt gezegd wel meer dan 500.000, maar ik denk dat er nog wel veel meer zijn dan een 500.000. Maar die liggen niet allemaal netjes bij elkaar in mapjes zoals deze? Die liggen verspreid over alle collecties. We hebben hier iets specifiek uit de brievencollecties, maar er zitten ook heel veel brieven in archieven, ingeplakt in boeken. Dus ja, verspreid in de kluis, zou je kunnen zeggen. Ja. Hey, we gaan vandaag praten over die rijke brievencollectie en hoe die brievencollectie gebruikt wordt in onderwijs en onderzoek. Hè? Uh-huh. Wie hebben we uitgenodigd voor vandaag? We hebben uitgenodigd Nadine Akkerman. Zij is hier hoofddocent Engelse letterkunde aan de Universiteit Leiden en onderzoeker natuurlijk. Ja, te gast geweest ook bij ons in de boekensalon. Ja, heeft een biografie over Elizabeth Stuart geschreven natuurlijk. We hebben Ineke Huisman te gast en zij is onderzoeker bij het Huygens ING. Ah ja, in Amsterdam. Vroeger in daar, nu in Amsterdam. Tegenwoordig in Amsterdam. Ja. En daar maken ze heel veel digitale brievenedities. En ik heb uitgenodigd Sjoerd Ramakers. En hij is student geschiedenis hier aan de Universiteit Leiden. En hij heeft zijn scriptje geschreven op basis van brieven. Ah, wat mooi. We gaan aan tafel, Mark. Welkom bij Van Kluis naar Kussen, het programma van de UB Leiden over de bijzondere collecties hier van de UB Leiden. En we gaan vandaag praten over een hele bijzondere collectie. De brievencollectie van de UB Leiden. Een enorme brievencollectie. Mart, we hebben wat van die brieven. Heel veel. Ontzettend veel. Kun je een schatting doen? Er is wel eens geschat meer dan 500.000. Ik denk dat het er nog meer zijn. 500.000. Ongelooflijk. Schrijven jullie nog wel eens een brief, dames en heren? Nadine? Ik wel, regelmatig. Juist omdat ik weet hoe bijzonder het is, omdat mensen niet meer zoveel brieven schrijven. Maar het doet echt iets met je als je het handschrift van een vriend ziet. En echt, je schrijft ook echt nog handschreven brieven, mooi, lijntjes papier. Ja, zeker. Niet elke dag meer hoor, maar zeker bijvoorbeeld met kerst. Dan is het wel mooi om een brief te schrijven. Naar een kerstkaart? Nee, een echte brief. Een echte brief. Ja. Ineke, schrijf jij nog wel eens echte brieven? Ik moet wel even heel diep nadenken. Maar ik heb er laatst een geschreven aan een oude mevrouw, een condoliancebrief. Een mevrouw die geen internet had, geen e-mail. En toen heb ik het weer gedaan, maar ik merkte wel dat ik echt gewoon moeite heb met schrijven. Gewoon met zo lang te schrijven, dat ben je gewoon niet meer gewend. Ik vrees dat ik het niet eens meer kan lezen als ik dat mijn eigen handschrift moet drukken.
Mart, schrijf jij nog wel eens iets anders dan een e-mail? Ik moet eerlijk zeggen, bijna niet. Nee. En ik herken dat van dat schrijven. Als je dan lang moet schrijven, dan voel je dat direct in je hand. Maar ik lees veel brieven, hier ook. Schrijven, nee. Dus die collectie van ons, die 500.000 brieven, die straks dan alleen nog maar de brieven van Nadine daarbij. Ja. Maar verder. En e-mails hopelijk natuurlijk. Ook dat is wel een probleem. Als correspondent. Ook dat moeten we gaan bewaren natuurlijk. Ja. Maar je ziet wel meteen wat voor effect het zou hebben als ik een brief aan jou zou schrijven. Zou je dat onmiddellijk bijzonder vinden? Je snapt dat ik dat nu verwacht natuurlijk. Ja. Ik wacht daar wel op. Ja. 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 Ja, in de coronatijd nu zou het een week duren voordat hij dat door heeft. Überhaupt dat hij een brief heeft gekregen. Ja, ook dat. Ja. Net als vroeger. Sjoerd, jij verklapte mij net al wat. Nee. Jij schrijft nog regelmatig liefdesbrieven. Ja. Nee, ja, af en toe. Maar dat... heeft nooit echt succes, nee. En dat, dat gaat wel met de hand, Sjoerd, die brieven. Ja, maar ik heb ook een goed handschrift, dus dat werkt altijd goed. Oh, oké. Okay. Heeft dat ermee te maken met elkaar, dat je je belangstelling voor brieven hebt als bron en dat je ook zelf een mooi handschrift hebt en zelf ook brieven schrijft? Nee, eigenlijk niet. Nee, mijn belangstelling is vooral dat je dan echt gewoon meer bij een persoon komt. Dus als je iets in een groot boek ziet of zo, of iets financieels, dan blijft het heel erg abstract. Maar als je echt zo'n brief leest, dan... je komt gewoon heel erg dichtbij zo'n persoon opeens. Ja. Dus in de keer kun je dichter bij een historisch personage komen dan in een brief. Ik ben dus heel erg met Constantijn Huygens bezig. Ja. En we hebben eigenlijk nog niet zo heel lang geleden ontdekt dat hij ook parfumeur was. En er zijn een heleboel recepten van hem bewaard gebleven. En daar heeft hij ook over geschreven. En... die recepten beschrijven natuurlijk, en ook die brieven, en daar hebben we hier ook twee van als voorbeeld. Daarin beschrijft hij de ingrediënten. En die ingrediënten die zijn er natuurlijk nog steeds. Dus die kun je ruiken als je wil. En dan, als je dat zou doen, dan komt zo'n figuur nog meer tot leven. Als je dat zou, dus niet alleen door wat hij schrijft. En dat je ook echt zijn handschrift ziet. Maar de geur van zo'n ingrediënt kun je tot je laten komen. Gaan we niet vertellen dat Constantijn Huygens geparfumeerde brieven verstuurde? Hè? Nou, dat niet. Maar we hebben wel voorbeelden. Bijvoorbeeld hier. Het is een brief van een vriend van hem uit Londen. En die stuurt hem dus allerlei spullen mee die Huygens bij hem heeft besteld in Londen. Die zitten er nu natuurlijk niet meer bij, maar er is wel een lijstje van wat dat dan allemaal was. Oh, wat prachtig zeg. Ja. En daar verdiende hij ook echt mee? Dat was echt zo'n deel van Nee, het was een hobby. Net als dat hij, en daar stond hij zich ook heel erg op voor. Je moet het ook echt niet zien als een professie, als een beroep, want je had ook echt beroepsparfumeurs. Maar Huygens was echt een amateur parfumeur. En hij deed dat eigenlijk net als dat hij muziek componeerde en gedichten schreef. Gewoon voor zijn plezier. Wat prachtig. En maar ook, het zijn wel wetenschappelijke experimenten natuurlijk. Want het is wel een soort vroege scheikunde wat hij beoefende. Dat zeker. Want hij zag het echt als een wetenschappelijke hobby. En hij gebruikte het ook om... zijn netwerk te verbreden, om recepten uit te wisselen met vrienden en kennissen en ook mensen in hogere sociale lagen. En publiceerde hij daar zelf ook over of niet? Nee. Dus het komt echt vanuit de brieven dat we dit weten? Ja, hij heeft dus wel, wat ik net al zei, 150 recepten genoteerd en die liggen allemaal in de Koninklijke Bibliotheek, dus niet hier in Leiden. In Leiden hebben we dus wel een aantal van die brieven van Huygens die daarover gaan. Hij publiceerde er niet over. Het was echt iets heel persoonlijks. Hey, Nienke, wat ga jij met die brieven doen van Constant Huygens? Wat is jouw onderzoeksproject nu? Nou, die worden allemaal gedigitaliseerd. Niet alleen die in de UB Leiden liggen, maar ook ze zijn verspreid over heel Europa eigenlijk. En die worden allemaal... komen allemaal in een database, of ze staan er eigenlijk al, want we zijn bijna klaar. En dat staat allemaal online. En dat is dan de bedoeling dat mensen daar verder onderzoek mee doen. Dus de basis is eigenlijk dat we van iedere brief een aantal gegevens registreren. Dus datum, ontvanger, verzender, plaats, taal, dat soort zaken. Zodat je daar dus ook op kunt zoeken.
overzichten van kunt maken. Er zijn al heel veel brieven uitgegeven in oudere edities, dus we zorgen dat die er ook allemaal bij zijn. En van een aantal brieven maken we ook transcripties. En daar hebben we tegenwoordig ook software voor. Sjoerd, jij bent student geschiedenis. Hè? Ja. Hoe ben jij met brieven in aanraking gekomen eigenlijk? De eerste brief die heeft Nadine getranscribeerd. Dat was een brief van Elizabeth Stuart aan het Leidse Stadsbestuur. En zodoende ben ik een onderzoekje gestart naar de bokaal die in de lakenhal staat. En toen dacht de lakenhal van, oh, dat is wel een leuke onderzoeker. Dus toen heb ik een jaar lang bij de lakenhal rond mogen lopen. Dit hebben we niet van tevoren afgesproken. Wat leuk. Het ging heel opeens. Ja. En toen op een gegeven moment kwam natuurlijk corona en dan gaan er heel wat archieven dicht. Maar er was een archief helemaal gedigitaliseerd van de lakenhandelaar en die heeft heel veel brieven nog achtergelaten. En dus langzaam ben ik heel veel van die brieven gaan lezen. Ik heb er meer dan 1300 gelezen. 1300 brieven gelezen. Ja, en die zitten bij onze collega's van het stadsarchief. Hè? Ja, of, van Erfgoed Leiden. Erfgoed Leiden, ja. Moet ik zeggen. Ja, ja. En zo krijg je langzaam een beeld van hoe die man probeerde te overleven in een tijd waarin het heel slecht gaat eigenlijk met die hele lakenindustrie. Het oude beeld wat we altijd kregen op de basisschool, tenminste ik, was van 18e eeuw, dan gaan al die rijke mannen die gaan gewoon in zo'n buitenhuis zitten en een beetje voor zich uitstaren en ze doen verder niks. Maar deze man was ontzettend ondernemend. Hij stuurde zijn boekhouder op pad door Europa om te kijken waar er nog markten waren en waar er nog kans was voor zijn Leidslaken. Hij ging naar Maastricht om een machine uit te proberen. En op een gegeven moment werkte het allemaal niet. En toen ging hij plantages kopen in Rio de Berbice. En daar zijn dan ook weer brieven over van hoe zijn directeur dan daar bezig is. Hij koopt plantages, hij gaat in de slavernij. Ja, ja. Hij heeft minstens 126 tot slaaf gemaakt in dienst gehad in 4 jaar tijd. Ja. Dus jij onderzoekt eigenlijk de relatie tussen die Leidse lakenhaverheid en de slavernij. Ja, we weten wel van Afrika is heel erg belangrijk geweest voor Leiden. Maar verder wordt er eigenlijk niet naar gekeken van hoe werkt slavernij nou met Leiden en zo. En er is ook een brief, ook weer in het erfgoed van Leiden. Dat is afkomstig van de westkust van Afrika. Het is gestuurd naar de WOC-kamer in Amsterdam met het verzoek om vooral Leidse stoffen te sturen. Want de Afrikanen die willen eigenlijk alleen maar Leidse stoffen hebben en geen stoffen van Delft of van Engeland. Dus het was ook heel erg belangrijk als ruilmiddel om mensen in slavernij te kunnen kopen. Ja. Wat een onderwerp nu, en dat staat natuurlijk zeker in deze tijd enorm in de belangstelling. Hè? En ik heb hier wat brieven voor me liggen, die zijn dan uit 1863. Dus op het moment dat slavernij wordt afgeschaft, officieel wettelijk met Kitty Kotti. In de koloniën. Ja. En op dat moment worden dus de eigenaren gecompenseerd. Dus dit zijn van die compensatiebriefjes, deze persoon die heeft 15.000 gulden gekregen omdat hij geen slaaf in slavernij meer mocht hebben. En het is natuurlijk, het voelt een beetje cru omdat de mensen in slavernij die moesten nog wel een contract tekenen dat ze 10 jaar lang tegen een heel slecht loon op die plantage moesten blijven werken. En zij hebben nooit compensatie gekregen. Dus het voelt altijd nog wel een beetje vreemd om dit soort brieven te hebben. Het is heel wrang. Zeker. En dat is ook de reden dat er natuurlijk gezegd werd, die slavernij werd wel afgeschaft, maar er veranderde in de praktijk niet zoveel voor de mensen op de plantages. Hè? Ja, je kan zo kijken, deze heeft 6.000 gulden, deze 600, nou, zit er nog ergens, dit is 10.000 gulden. Dat zijn echt forse bedragen die de overheid hiervoor betaalt. Ze komen ook van het ministerie van Koloniën. Den Haag. Ja, indrukwekkend. We zitten hier met 3 onderzoekers aan tafel die allemaal heel gericht onderzoek doen. Ja. Dat zou ik ook heel graag willen in die 500.000 brieven die we hebben. Dat gaat natuurlijk niet altijd. Maar ik kom altijd wel pareltjes tegen, zou ik willen zeggen. En de mooiste brieven vind ik eigenlijk de brieven die gaan over de collectie zelf. En
als conservator wil ik natuurlijk altijd weten, waar komt dat stuk dan vandaan? Waar komt die collectie nou vandaan? Waar is die collectie geweest? Ja. En ik heb één zo'n brief, heb ik bij me, waarin dat naar voren komt. Dat is een brief van Thomas Krenius, die woonde hier in Leiden, filoloog, privédocent. Niet een heel bekend figuur, een beetje een vaag figuur ook, weten we ook weinig over. En hij schrijft aan Gerardus van Papenbroek, die was op een gegeven moment burgemeester in Amsterdam, maar vooral eerste helft van de 18e eeuw, een verzamelaar. Hè, net zoals wij ook verzamelen, verzamelde hij ook. Wij hebben hier in de UB zijn brievencollectie, want hij was een brievenjager, zou je kunnen zeggen. Zoals jullie in feite ook brievenjagers zijn voor de inhoud, ging hij op zoek naar brieven om die toe te voegen aan zijn collectie. En ja, dat vind ik een heel mooi gegeven, dat die brief die hij dan ontvangt over zo'n brievenjacht ook weer onderdeel wordt van zijn eigen collectie. Zo zit er een hele mooie laag in. En waar joeg hij dan op, Mark? Ja, verschillende brieven. Hij heeft heel veel brieven van PC Hooft onder andere, brieven van Erasmus, Hugo de Groot. Dus hij ging voor brieven van beroemdheden. BN'ers van toen? BN'ers. Hij was geen wetenschapper, hij was gewoon een verzamelaar en wilde gewoon BN'ers in zijn collectie. En ging het dan om die handtekening die eronder stond? Het ging om het handschrift in totaal. Er zijn ook losse handtekeningen, maar het liefst gewoon een voorbeeld van een handschrift van zo'n BN'er uit die tijd. En hij heeft dus die Thomas Krenius op pad gestuurd, want die Krenius schrijft dan aan hem, volgens uw edele bevel zend ik u de drie brieven. En hadden gaarne van Erasmus erbij gedaan, indien het in mijn macht geweest was. Maar terwijl de eigenaar niet in de stad, moet ik afwachten wanneer hij weer thuis komt. Dus Gerard van Papenbroek heeft dus die Krenius op pad gestuurd. Maar helaas moet Krenius dus naar van Papenbroek sturen dat die brief dus helaas niet gelukt is. Maar je ziet hier de verzamelaar aan het werk via zijn netwerk van waar zitten nog brieven. Ja, wat heb je nog meer meegenomen, Mark? Ik heb nog een aantal brieven meegenomen die een kijkje achter de schermen geven. Hè? Dus heel veel uitgaven die tot stand zijn gekomen, dat zijn succesverhalen. Naar buiten toe natuurlijk. Maar er zit heel veel werk achter. Dat weten jullie natuurlijk ook. Hè? Jullie publiceren zelf ook. En ik heb hier een brief meegenomen. Onder andere van bijvoorbeeld Jan Leendert Beijers. Uitgever in Utrecht. En Jonkheer de Jonge van Ellemeet. Die heeft een enorme verzameling Cats uitgaven. Jacob Cats. Die hebben wij hier ook in de UB Leiden. En die wil daar een mooie catalogus van maken. Hij wil natuurlijk laten zien wat hij heeft. Maar goed, hij gaat op zoek naar een uitgever. Er wordt ontzettend veel gecorrespondeerd. Brieven uit de tweede helft van de 19e eeuw. Dus er wordt sowieso heel veel gecorrespondeerd. Ja. En, maar goed, de jonkheer wil zijn catalogus af hebben. Maar Beijers zwoegt, heeft personeel dat staakt, die hele hoge loon. En dan wordt hij ziek. En dat schrijft hij dan ook aan de jonkheer, de jongen van Ellemeet. En dat staat hier in dit briefje, in dit brievenboek. He, dus de jongen van Ellemeet heeft die brieven die hij ontving ook per onderwerp in zijn portefeuille gebonden. Ja. En dan schrijft hij ook aan de jongen van Ellemeet. Sedert 4 weken heb ik buiten gezeten. Volgens het oordeel der doktoren had ik te veel gewerkt. en mij daardoor overspannen. Ik moet rust nemen en ik heb dat gedaan. Het resultaat mag echter wel beter zijn, want ik heb nu nog telkens koortsachtige aandoeningen. En dan schrijft hij verder ook van ja, ik kan het me niet veroorloven om nog langer stil te zitten. Ik moet aan het werk. Mijn god, een geschiedenis van de burn-out. In zekere zin deze, wel. Die man raakt overspannen en schrijft daarover aan zijn opdrachtgever. Van, ik hou dit niet vol, maar ik ga toch maar door. Ja. Want eigenlijk een groot deel van je onderzoek is natuurlijk ook is op jacht naar brieven. Hè? Ja. Maar dan van Elizabeth Stuart. Ja, van Elizabeth Stuart. Daar ben ik eigenlijk heel Europa door geweest in het zoeken naar archieven die nog niet per se in de catalogus staat, in de nieuwe brieven van Elizabeth Stuart, om die eigenlijk weer her te ontdekken en daarmee een nieuw beeld te creëren. Precies, ja. En hoeveel van die brieven heb je gevonden van haar uiteindelijk? Nou, het is een correspondentie in beide richtingen en dat is ongeveer 2500 inmiddels. Je bent eerder bij ons te gast geweest en hebben we ook over het boek gesproken en over jouw onderzoek naar de brieven van Elizabeth Stuart. Hè. Maar eigenlijk is jouw fascinatie voor die brieven is al eerder in een boek terechtgekomen, Invisible Agents. Hè. Ja. Over spionnen, hoe spionnen ook met elkaar schrijven. Hoe deel je geheime informatie? Hoe doen ze dat, die spionnen? Nou, die gebruiken cijfercodes, wat je ook in brieven tegen kan komen, of onzichtbaar inkt. Of ze vouwen de brief op een speciale wijze op.
Je kan er ook ontzettend veel zien aan de materialiteit van een brief. Ja, ook ja. als het niet een spion is. Ook als je kijkt naar de brieven van Elizabeth Stuart, waar we hier ook twee van hebben in de collectie. Ah. Als je dan nog ineens naar de inhoud kijkt, want soms is de inhoud ook helemaal niet zo interessant. Dat kan ook voorkomen. Ja. Maar als ik hier kijk naar de materialiteit, dan kan ik zien naar de vouwwijs van een brief, dat het eigenlijk heel klein is opgevouwen geweest. En ik heb hier een replica, dus het is niet echt een facsimile, van hoe klein dat geweest is. En dan zie je dat zo'n brief eigenlijk maar zo'n pakketje is. En ze kunnen dat, het past ook goed in je hand, hè? Dus als je een hoveling bent, dan hoeft dat niet per se met de post mee, maar ik kan jou dat gewoon zo geven. Als ik je stiekem geven, stiekem zo. Geven. Zo. Ja. Ja. Als ze dat maar snel genoeg doen. Ik kan in mijn mouw doen zo. Ja. Hè? Die liefdesbrief van jou, die kun je zo, zo verspreiden. Ja. Ja. En om te voorkomen dat nieuwsgierige postbodes de brief zouden openen, werd er dan zo'n... Ja, dan had je speciale wijzers. Dit is goed. Hier zou je, je zou het kunnen openknippen hoor. En dan weer een nieuw touwtje eromheen zetten. Dit is bijvoorbeeld gedaan met een stukje haar. En dat is natuurlijk moeilijker te vervangen dan een stukje borduurzijde met van dezelfde kleur. En dan een zegelwas erop. Ja, en dan zegelwax aan beide kanten. Maar dat hoeft niet per se. Je kan het ook zo vouwen dat je helemaal geen zegelwax hoeft te gebruiken. Ja. Maar het is wel zo dat brieven uit die tijd niet in een envelop werden gestuurd. Het werd zo gevouwen dat eigenlijk de brief het eigen verzendingspakketje wordt. Ja. Maar het vouwen van brieven is de eerste manier van documentbeveiliging. Wat we nu nog met e-mails doen, dat is allemaal gedecodeerd. Daar verzonnen ze zulke ingewikkelde vouwwijzers op, dat ze konden zien op het moment dat die brief aankwam, is daarmee geknoeid. Heeft de postbode dat geprobeerd open te maken? Is mijn geheim nog veilig? Of moet ik misschien toch een andere manier verzinnen om geheime informatie van A naar B te krijgen? En door die manier van vouwen kon je de informatie eigenlijk verhullen die in de brief staat? Ja, je kan het beschermen. Ineke, ik heb begrepen dat wij een enorme collectie van die brieven hebben van Constantijn Huygens. Ja, jullie zijn niet nummer één. Nummer één is het Koninklijk Huisarchief. Ah, die hebben er ongeveer 3500. Maar de UB Leiden is een goede nummer twee met ongeveer 2800 brieven. 2800 brieven van Constantijn Huygens? Nou, van en aan van Constantijn en aan. Huygens. Okay. En in totaal hebben we er nu iets van 9500 bij elkaar verzameld, digitaal. Maar hij heeft zelf wel eens berekend dat hij ongeveer 70.000 brieven moet hebben geschreven. Dus alleen hij zelf al uitgaande brieven. Dus je hebt natuurlijk uitgerekend hoeveel brieven hij per dag... Ja, maar daar heeft hij zelf ook over geschreven. Dus, en wat was dat? Nou, ik kan het nu even niet per dag zeggen, maar hij had dus berekend dat er ongeveer 70.000 moeten zijn geweest. Het totale aantal brieven, ongelooflijk. Ja. Zeg. Ja. Hey, want je bent bezig met de brief van Constantijn Huygens, maar je bent ook met andere brievencollecties. Ja. Het is natuurlijk ook jullie werk bij het Huygens ING, hè? Om met brievencollecties te werken. Ja. Ja, dus ik ben met Constantijn Huygens bezig, maar ik ben ook bezig met de brieven van Johan de Wit. De correspondentie van Johan de Wit. Daarvan ligt het meest op het Nationaal Archief. Maar er ligt ook het een en ander hier in de UB Leiden. En dan komen we weer bij Huygens terecht, maar dan bij zijn zoon, bij Christiaan Huygens. Ah, ja, ja. Want Johan de Wit was niet alleen raadpensionaris van Holland. Daar staat hij natuurlijk het beste onbekend. Maar hij was ook, had ook enorme passie voor wiskunde. En hij heeft met Christiaan Huygens samen wiskundeonderwijs gevolgd hier in Leiden bij Frans van Schoten. En de Wit is eigenlijk altijd bezig gebleven met die hobby wiskunde. Ja. En daar heeft hij een boek over geschreven. Dat is dit. De Latijnse naam is Elementa Curvarum Linearum. En dat gaat over de kegelsnede. En daarvan... vroeg hij aan Christiaan Huygens in deze brief. Ik zal hem er wel even bij pakken, sorry. Of hij dat van tevoren wilde lezen voordat het gedrukt werd. Dus dat deze brief, die is aan Christiaan Huygens gericht. Het is een originele brief van Johan de Wit. Zijn naam staat er ook onder. En daar doet hij dus dat verzoek aan Huygens om de drukproeven te lezen.
of te controleren eigenlijk. Nou ja, en dit is het resultaat. En dit boek met allemaal tekeningen. En ik heb er helemaal geen verstand van. Maar dat ligt in de UB Leiden. Dus dat is heel leuk, want dan komt dat heel dicht bij elkaar. Eigenlijk zie je dus dat we in de collectie niet alleen het resultaat hebben. Maar ook de brieven die laten zien het proces van totstandkoming van het onderzoek en van de correspondentie. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Wat heb je meegenomen voor ons? Om nog even terug te komen net op die parfumerie. Hier heb ik een brief van Constantijn aan Colvius. Andreas Colvius, ook zo'n wetenschapper die met van alles en nog wat bezig was. En in deze brief beschrijft Huygens uitgebreid één bepaald ingrediënt waar we niet uitkwamen. Boom en roche heet dat. Wat dat is. En nu weten we het. En dat heb ik eigenlijk pas deze week ontdekt. Dus dat is heel fijn. Nou, vertel eens, Ineke. Kun je een klein stukje voorlezen van die brief? Het is in het Frans. Dus ik denk dat ik dat misschien beter niet kan doen nu. Die brieven van Huygens, die krijgen binnenkort aandacht op een speciale tentoonstelling. Binnenkort zijn we klaar met de ontsluiting daarvan. En ter gelegenheid daarvan komt een grote tentoonstelling op Huygens Buitenplaats, Hofwijk in Voorburg. En dan komen er een selectie van ongeveer 40 brieven komt daar te liggen. En natuurlijk niet alleen de brieven, want dat is een beetje saai. Maar we hebben juist allemaal brieven gekozen waarin iets wordt beschreven wat je ook kunt laten zien. Of ruiken misschien. Een portret of een voorwerp. De brief staat sowieso wel in de belangstelling, Mart. Absoluut. Want je hebt ook een boek naast je liggen? Ja, ik heb het boek meegenomen, PS, Van Liefdespost tot Heetmail. De 150 opmerkelijkste Nederlandse brieven. Dat is een boek van Jet Steins. En wat je ziet is dat de brief als natuurlijk heel persoonlijk document echt wel onder de belangstelling, of in de belangstelling staat nu de laatste tijd. Afgelopen jaren zijn er verschillende brieven, in ieder geval in het Engels verschenen, over belangwekkende brieven in buitenlandse collecties. En het aardige van dit boek is dat Jet Steins voornamelijk brieven in Nederlandse collecties beschrijft. Waaronder dus een aantal die hier ook in de universiteitsbibliotheek aanwezig zijn. En een daarvan is een boek of is een brief van PC Hooft. En dat is denk ik over liefdesbrieven gesproken. Dit is een liefdesbrief van PC Hooft aan Eleonora Hellemans. Op dat moment zijn buurvrouw. Ze waren allebei single op dat moment. En hij wil haar voor zich winnen, maar hij doet daar heel veel moeite voor. Ze is nog wat huiverig om de verbintenis aan te gaan. En dan schrijft hij haar een heel wanhopige brief. En die ondertekent hij dan ook met zijn eigen bloed. En in de hoop dan toch die Eleonora Hellemans voor zich te winnen. En dat lukt, want uiteindelijk trouwen ze. Het mooie is, die brief staat hier dus in afgebeeld en is ook volledig getranscribeerd. En het aardige van dit boek is net als ook. Nou, wil ik ook wel die wanhopige hoofd even horen. Je wil hem horen, ja? Mart. Ja. Dan moet ik hem eventjes erbij zoeken. Ik ben benieuwd waarom hij bloed ondertekent. Dat is erg bijzonder. Dan moet ik even zoeken waar hij dat doet. Hij begint dan. Lieve juffrouw Hellemans, wat ik lang gevreesd heb en wat u helaas altijd in de wind hebt geslagen, dat is nu gebeurd. Want het staat vast dat ik niet meer zelf naar u toe kan komen zonder mijn leven te wagen. En het staat niet eens vast dat ik het zal behouden, ook al blijf ik thuis. De oorzaak is een kwaal die veroorzaakt is door de kwellingen waarmee u mijn liefde hebt willen belonen. En denk niet dat ik me opzettelijk in deze afgrond van verdriet heb gestort. Dus hij is echt wanhopig. Hij is ziek van de liefde. Hij is ziek van de liefde, klopt. Ja. En verderop dan in die brief. Die Leonore heeft dan, ze hebben gezoend en ze heeft iets toegezegd. En dan schrijft hij ook, wie heeft u dan, rampzalige juffrouw Hellemans, zo betoverd dat u zich er niet voor schaamt uw woord te breken? Dus ze heeft zich een beetje teruggetrokken, ze houdt hem een beetje op afstand, maar dat maakt hem alleen nog maar gekker. Hij gaat door en door en op een gegeven moment geeft hij ook aan, open toch die ogen en open meteen ook uw hart voor mijn woorden. Vermengd met mijn tranen, en die brief zelf zie je dan ook van die soort van
vlekjes die dan die tranen waarschijnlijk tranen geweest van zijn. Hoofd, ja. Van hoofd, ja, waarschijnlijk. Of hij heeft gewoon wat gedruppeld natuurlijk. Nee. Dat zal misschien, dat zal wel echt zijn. Tranen uit verdriet over u en de zinsbegoocheling die zich van u heeft meester gemaakt en over mijzelf. Bloed dat ik tot de laatste druppel voor u over heb. En dat is dan dat bloed waar hij dan die brief mee ondertekent. En dat is ook daadwerkelijk bloed, want dat hebben we laten testen. Of het ook echt zijn bloed is. En die brief hebben wij in de collectie. Die brief hebben wij in de collectie, ja. En dat is een van die brieven van hoofd natuurlijk bekend om zijn, zijn dichtwerken en zijn schrijven. Maar zo persoonlijk en zo zwaar in zekere zin dat het natuurlijk heel veel mensen aanspreekt. Eigenlijk laat je zien hiermee, Mart, hè, dat als je een biografie wil maken van een historisch personage, dan heb je eigenlijk die brieven nodig. Voor jou was natuurlijk evident. Dat was evident, want juist daar kan je nieuwe informatie uitvinden. Informatie die je niet verwacht. En wat ook soms super persoonlijk is, zoals als de brief die Mart heeft laten zien. Precies. Wat vinden we nou eigenlijk met z'n allen dat die brieven genoeg gebruikt worden in onderwijs en onderzoek? Of zou dat eigenlijk nog veel meer gebruikt moeten worden? Nou ja, ja ik had dan het geluk dat ze nog niet echt waren gebruikt, dus dan kan ik er lekker induiken. Maar ik heb bijvoorbeeld, je krijgt ook geen college van brieven gebruiken of zo, of hoe je iets moet vinden. Ik vind het heel knap dat zij 50 instellingen weten te vinden waar dan al die brieven zijn, want ik zou niet weten hoe je die dan zo moet natraceren. Nee. Zit dat niet in het onderwijs? Dat jullie ja, jawel hoor. Bij Engelse literatuur zit dat er absoluut in. Maar het is natuurlijk wel fantastisch dat een student geschiedenis inderdaad die bron ontdekt en daar iets nieuws mee kan doen. Ja. En als je 500.000 brieven hebt, dan moeten we eigenlijk al onze studenten naar deze collectie sturen om te kijken wat er mee kan gebeuren. Precies, dus een fundgroep nog heel veel te ontdekken. Ja, ja, ja. En ik denk dat het ook zeker... wat ik altijd probeer aan te geven is, negeer de brief als bron niet. Ga lezen, vraag ze aan, bekijk ze gewoon, laat je meevoeren. Maar denk niet van tevoren, tekst, ik kan het niet lezen, het is lastig. Begin eraan, doe dat, want het is echt heel spannend. Ja, 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 het is spannend onderzoek natuurlijk. Het is wel lastig, denk ik ook, hè? Want we hebben al gezegd, die brieven zitten niet allemaal keurig in mapjes bij elkaar. Hè? Die zitten in archieven, zijn verspreid over de collecties, dus je moet wel een... Je moet een beetje een detective zijn, toch? Ja, maar dat is toch spannend dat je iets kan vinden wat je eigenlijk niet op durft te hopen. En dat je van A naar B gaat, dat je verschillende collecties ook moet bekijken. Misschien wel in Europa, maar in Nederland is al heel veel te vinden. Ja. We hebben nu al de Koninklijke Bibliotheek genoemd, Erfgoed Leiden en de Universiteitsbibliotheek Leiden. Nou, dat zit gewoon allemaal bij elkaar. Ja, dat is heel goed te doen. Want als je die collectie van ons een beetje plaatst, Mart, waar zitten we in de... Zitten wij bij de grote brievencollecties in Nederland? Ja, absoluut. Zeker. Je hebt natuurlijk archiefinstellingen, zoals het Nationaal Archief, waar heel veel brieven in archieven zitten. Maar ik denk dat wij een van de grootste brievencollecties in Nederland hebben. Absoluut, ja. Ja, dus je kan je hele carrière aan de slag. Ja, ik kan. Absoluut. Ik wil jullie zeer bedanken voor dit gesprek over onze brievencollectie. Het geeft denk ik een beeld van hoe rijk die bron is en eigenlijk ook een beetje hoe ondergewaardeerd die bron nog is. Dus ik roep ook onderzoekers en studenten op, kom naar de UB-Leiden, kom naar die brieven. Stuur een mail naar Mart en je bent welkom bij ons om met de collectie aan de slag te gaan. Dankjewel, tot de volgende keer.